Ja, ik denk dat ik toen een jaar of 17 was. En toen kreeg ik nog les op Sint-Lucas, school van die tijd. En toen kreeg ik les van Nico. En ja, Nico gaf altijd een beetje aparte lessen. Wel leuk. Dan gingen we wandelen door de bossen en dieren kijken. Of yoga of iets in die richting. En ja, dat was eigenlijk altijd wel leuker dan wiskunde. Toen de tijd. En toen één dag, toen zei hij, ja jongens, Ja, kom maar jongens, binnen. kom maar binnen. Volgens mij iets met een groene muur, gele deur, posters aan de muur, iets in die richting. En hij zei, ja, ga maar liggen, Ga neem maar plaats. zitten, neem plaats. Doe even rustig aan, ontspan je, sluit je ogen. En toen hoorde ik natuurlijk nog wat geroezemoes en gegiegel her en der. En toen in één keer. Basis van de herkenbaarheid. Als je als kind een huis tekent, hè, zo, boem, een dak en een deur en een raam, dan weet iedereen dat het een huis is. Maar als je het ding op zijn kant zet en de deur zit ergens boven op het dak en het raam zit aan de onderkant, wat je niet ziet, dan is het toch een soort van, ja, een vorm die misschien een huis zou kunnen zijn. Moet je heel lang naar kijken, moet je je best doen en uiteindelijk zie je daar een huis in. Hè? Als je maar lang genoeg, als iemand heel lang genoeg vertelt dat het een huis, dat is dan precies het verschil tussen, hè, de muziek. Die tonaliteit en die atonaliteit. Die atonaliteit die haalt zelf de lijntjes weg. En dan blijft een soort, dit is een deel van een deur, een deel van een dak en een deel van de muur. Ja, het is heel mooi en artistiek. Maar je bent het geheel kwijt. Dat geheel zit in die tonaliteit. En Simon heeft dat geheel, dat huis, zeg maar, gewoon weer opnieuw gepakt. Maar dan nieuwe vorm gegeven. Ja, dus stel je dat huis voor. En een paar timmermannetjes en klussertjes en die gaan het huis inrichten. En die krijgen zelf een soort ingrediënt, maar de vorm die moet staan. Dat moet gewoon een huis blijven. En wat je er ook mee doet, het blijft het huisje. En dat is eigenlijk de neotonaliteit. En dat mensen begrijpen dat ook. Want iedereen ziet van een afstand, dat is een huis. En dat is bij de kanto ook. De kanto is gewoon een compositie, een stuk. Dat heeft een herkenbaarheid. Laat ik beginnen met het citaat. Wat Simeon daar beschrijft, dat is in het citaat.
dat is eigenlijk waar elke kunstenaar mee kampt. Dat is een universeel ding. En dat gaat verder, dat heeft niet... De metafoor handelt over de kunstenaar, die vroeg of laat in zijn leven het jungleachtige woud wordt ingestuurd en van niemand anders dan zichzelf de opdracht krijgt met zijn bijltje, dat hij op school al heeft leren hanteren, een weg te banen naar de plek waar hij zichzelf zal tegenkomen. Als hij doorzet en de open plek metterdaad bereikt, zal hij aan de voet komen te staan van een citadel, die wordt omsloten door een gracht waarin monsters te wachten houden. De dikke muren van het bolwerk zijn blind. Dat wil zeggen, men onderscheidt geen venster of opening. Er is brug noch poort die toegang geeft. De opdracht om binnen de muren van de citadel te komen, geheel alleen en zonder hulpmiddelen, lijkt een absurditeit. Toch is dat de opdracht en is men naartoe geroepen. En dat gaat verder, dat heeft niet alleen op tot componisten betrekking. Het is gewoon het hele kunstenaarschap. Je gaat naar school, je hebt een passie, een roeping. En je leert allerlei technieken. En daar ga je mee aan de slag. En als je dus van die studie afkomt, dan moet je daar iets mee. En eens sta je dan in je eentje en dan zijn er dus geen vensters. Er is geen hulp, je moet echt alles alleen doen. En alles wat je geleerd hebt, heeft eigenlijk ook geen zin. Want dat is eigenlijk alleen maar weer een soort van ballast. Die schreven een bepaald soort idioom. En dat was een soort van de algemene... Ja, zo hoor je te componeren. Dat moest een politiek engagement hebben. Dat moest vernieuwend zijn. Nou, dat zijn allemaal dingen waarvan ze zeiden, dat is Cantor niet. Toen. Nu denk ik dat heel anders over. Nu zie je gewoon dat het juist dat Simeon juist iets heel moderns heeft neergezet. Die componisten keken daar gewoon heel erg neerbuigend naar die stukken van Ten Holt. Zeker toen Ten Holt ook gewoon geld kreeg van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten om die stukken te componeren. Dus toen was ineens Ten Holt een concurrent geworden ook nog. Maar wat is nou erger dan de concurrent als de concurrent ook nog succes heeft? Dus je moest in een bepaald regime moest je schrijven. Simeon die heeft dat een tijdje gedaan, maar die dacht van ja, dit is niet de weg. Dus ik denk dat hij aan het begin van het bos stond toen hij dat ontdekte van ja. En zie daar maar eens je weg in te vinden. En hij componeerde in het begin ook muziek die helemaal in de richting zat van wat men van hem verwachtte. Dus hij heeft altijd een verwachtingspatroon. Zijn kunst geproduceerd. En dat verwachtingspatroon, dat heeft hij eigenlijk tot aan de... tot eind jaren 60 heeft hij daaraan voldaan. Ik denk wat er bij hem gebeurd is, op zijn 50ste is hij... dus dat juk gaan afgooien, is hij met een aantal pianisten en muzici gaan experimenteren en is hij die vrijheid gaan opzoeken. En waarom maar geef ik nou zo'n belang aan vrijheid? Want hij heeft op een gegeven moment die muziek de wereld in gedaan. Een partituur waar eigenlijk alleen maar een paar noten staan. Maar er staan eigenlijk heel weinig aanwijzingen. En er staat alleen maar je mag herhalen, je mag andere instrumenten baren, je mag hard spelen, zacht spelen. Het is allemaal vrij. Het is een totale vrijheid eigenlijk. En hij heeft heel vaak tegen mij gezegd, die muziek is sociaal. Er moet iets gebeuren op het podium. Er moet iets... Het moet ontstaan. Een muziekstuk, een frame, en dat ga jij ter plekke invullen en ter plekke maken voor het publiek. En dat is iets wat heel anders is geweest. En het mooie daarbij vind ik ook dat Simeon bij zijn kantoorsonaten ook het zoeken naar klank, het zoeken naar de juiste verhouding. Hij omschrijft dat zelf als een soort kubus die draait en dat je van verschillende kanten het licht ziet. Dat is eigenlijk alsof je, als ware je aan de knoppen zit van de synthesizer en je bent je eigen geluid aan het maken. En je bent aan het zoeken naar de juiste balans, maar je kan het niet vinden. En op een gegeven moment vind je bij toeval het juiste, wauw, dit is te gek zeg. Oh wauw, even vasthouden, even vast. Je kent het gevoel wel. Even, ja, oh, dit is fantastisch. En op een gegeven moment draai je aan, oh nee, nou moet je opnieuw zoeken. Dat effect, dat doet Simeon eigenlijk bij zijn canto in elke sectie, stuk voor stuk. Dat je opnieuw gaat zoeken naar de beste verhouding van hoe liggen die partijen ten opzichte van elkaar. Heb je nog een kopje thee? Ja. Ze zijn een beetje sterker zijn. Dankjewel.
Hij maakte koffie met honing en melk, met een sigaret. En toen begon hij aan zijn dagboek. Maar voordat hij ging dat doen, hij ging eerst stofzuigen. En stofzuigen was heel belangrijk, omdat de stofzuiger was onder de vleugel. Ten grote schande van al de bezoekers die als een heiligdom binnenkwam, in een heiligdom binnenkwam, is er een stofzuiger onder de Steinway. Er is zelfs een dichter die een gedicht daarover heeft geschreven. Hij is iets probeert te grijpen dat hem niet lukt. Het is zo obsessioneel. En daar kon hij echt razend van worden. Echt. Maar ja, hij had zijn demonen. Ja, hij had echt demonen. Ja. En die waren niet te beteugelen. Als hij kwam opdagen, dan veranderde hij van bijna van persoonlijkheid. Van een goedaardig open werd hij een woeste, vernietigende geest. Hij maakte het zich niet makkelijk. En ik denk dat hij heel serieus is gegaan om achter te komen hoe zit ik in elkaar. Ik ben opgegroeid. Volgens mij is hij tot aan zijn dood aan het strijden geweest. Dat durf ik misschien wel te zeggen. En ik weet wel dat er meer rust in zijn leven is gekomen toen Colette kwam. Dus dat was wel mooi. Maar hij heeft hij heeft geen makkelijk leven gehad. Nee. Maar goed, zijn kunstenaarschap is, dat vind ik dan wel. En dan gaan we even over zijn kunstenaarschap. Wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind, is een soort compromisloze manier van werken. Hij heeft bijvoorbeeld een stuk geschreven, Incantatie 4. Dat is zo'n dik boekwerk. Dat is echt een telefoonboek van noten. En daar was ik bij dat hij dat componeerde. En op een gegeven moment had hij een eerste versie klaar. Echt zo'n stapel. Daar heeft hij 3 maanden permanent nootjes zitten schrijven. Hij deed alles met de hand. En na 3 maanden belde hij me op. Kees, ik moet het helemaal opnieuw doen. Het zit niet goed. Het voelt niet goed. En is hij gewoon helemaal opnieuw begonnen. Helemaal weer de eerste bladzijde. En ik heb van dat stuk heb ik in mijn eigen archief volgens mij 5 of 6 versies. En elke versie is 3 maanden nootjes schrijven. En wat ik nog steeds heel mooi vind is dat hij zijn stukken allemaal eerst zelf helemaal uitschreef. Echt noot voor noot. En vooral dat was echt een monnikenwerk. Dat schrijven, dat met die pen vasthouden. Dat nootje voor nootje. En het zijn nog een partij noten. En vooral die grote kanto valt wel mee. Dat is redelijk los. Maar als je incantatie bekijkt. Er zijn 15 lagen onder elkaar. Een kanto heeft 5 lagen. Dit zijn 15 lagen. Maal 2. En dat moest dus maal 4. Want er zijn 4 pianisten destijds. En die speelden dan van grote A3 vellen. Handgeschreven. Hè, waar de inkt nog nat was. Daar speelden ze van. En het was zo goed geschreven dat je tegenwoordig, ik speel nog steeds van die handgeschreven dingen. Want die digitale partijen missen gewoon gevoel. Iemand heeft dat overgetypt, zit een fout ook in. Maar je mist het gevoel van Simeon. En dat zie je dus in die oude partituren, zie je dat dus wel terug. Dat je zo dat kunstenaarschap helemaal op je eigen kunst. Sommige mensen noemen het egocentrisch, ja, dat kan. Maar in ieder geval is dat een soort totale overgave. En dat is wel mooi. En ik zie hem dat hij altijd aan het vechten is geweest om die ketens af te gooien. En op een gegeven moment is hem dat gelukt in de jaren, eind jaren 60. En is hij met volle teugen van die vrijheid gaan genieten. En is op een gegeven moment de liefde in zijn muziek gekomen. Naar zijn kunstenaarschap of naar zijn muziek kijkt, die ziet eigenlijk maar één dingetje. Die ziet die glimmende buitenlaag met die lieflijke melodietjes en die lieflijke toontjes en die daarop kunnen liggen, wegdromen. Maar dat heeft hij zelf altijd verafschuwd. Het gaat over heel wat anders. Als je die muziek echt goed begrijpt, dan kan jij zelf die ketens afgooien en dan kan je zelf die vrijheid. Ja, dat is de hond, denk ik. Daar kunnen we wat aan hebben. Henri ten Holt, vader van Simeon. Hartstochtelijk schilder en lid van de kunstenaarskolonie de Bergense School. Met kunst als moedertaal vraag ik me af hoe Simeon heeft leren praten. Eigenlijk in een nutshell, het is een man die uit een hele dominante familie komt. Mm-hmm. Zijn vader was een dominante schilder. Zijn moeder was een dominante moeder die best wel prominent in het Bergense leven een rol speelde.
Hij kreeg les van een extreem dominante docent, Jacob van Domselaar. Ja, indrukwekkend. Die vader moet dus ook een krachtige rol hebben gespeeld. En hij heeft niet echt een opleiding gehad. Of niet echt. Hij was eigenlijk meteen, jij moest de grote kunstenaar moest die worden. Dus er lag meteen al druk op. En die druk die heeft hij, denk ik, heeft hij best wel mee geworsteld, volgens mij. Dat hij stond op de schouders van zijn vader. Dus dat beeld gebruikt hij. Ja. Zijn vader heeft een enorme rol gespeeld voor Simeon, omdat hij hem ook enorm heeft gesteund en echt in hem geloofde en geïnteresseerd was in zijn werk. Ja. En Simeon beschrijft hoe zijn vader alles voor zijn werk, echt bijna fanatisch. En hij beschrijft hoe hij zo via de sleutel gaat naar zijn vader, via een schuine hoek. Binnen zijn atelier kon kijken en hem observeerde. Dit soort dingen. Dus hij is ook opgegroeid met mensen om hem heen die alles deed voor hun werk. Het is niet het een of het ander. Het is altijd een soort, en dat is misschien ook wel een soort universeelheid in muziek. Het is nooit het een of het ander. Het kan verschillende kanten op. Dat is prachtig om. En voor de rest is Simeon altijd een leermeester geweest voor ook voor mijn eigen composities. Maar goed, dat kunstenaarschap, dat monnikenwerk, dat totale overgave aan je composities, aan je werk, ja, dat is mooi. Vind ik mooi. In het Citadel zijn is na heel veel werk en poging en twijfels en zo plotseling voel je dat het werk, ja, het klopt. Het is er, het klopt, ik ben erin. Ik hoef niet meer te zoeken, ik hoef niet meer me te tormenteren, te twijfelen, dit soort dingen. Ja. En wie weet zal ik in de toekomst ook ooit de binnenkant van het Citadel bereiken. En dan weet ik wie ik moet bedanken.